Goed. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Michel Klein. Ik ben sinds april 2021 Business Development Manager bij de firma Eagle Rise Electric and Electronic. Ik weet niet of die naam bekend is. Ja, oké. Okay. Bedrijf uit Foshan, een van China's grootste fabrikanten van LED-drivers, met name gefocust op compacte indoor LED-drivers. Wij maken weliswaar ook outdoor LED-drivers, maar dat doen we eigenlijk op ODM-basis voor andere LED-driver-merken. Even kort, zeg maar, mijn historie in de verlichtingswereld. Ik kom uit de buurt van Eindhoven, dus dan zal u misschien allemaal wel weten bij welke bekende Nederlandse verlichtingsfabrikant ik ooit 11 jaar gewerkt heb. Daarna na reorganisatie, ook wat een hobby is bij Philips. Ik heb hem dus genoemd, tegenwoordig Signify. Via reorganisatie heb ik me uiteindelijk zelfstandig gemaakt. De eerste 2, 3 jaar heb ik dan nog in de accumulatorenbusiness, ofwel accubusiness gezeten, omdat dat mijn laatste activiteit was bij Philips. En uiteindelijk in 2011 weer teruggestroomd in de verlichtingsindustrie bij een firma uit Nederland, de firma Rena, misschien kent u die wel. Daar heb ik een jaar een project gedaan met betrekking tot 48 volt. En daarna ben ik terechtgekomen bij een bedrijfsonderdeel van Panasonic. Een Duits bedrijfsonderdeel wat luisterde naar de naam Vossloh Schwabe. In die hoedanigheid heb ik een aantal mensen die hier zeg maar zitten destijds ook bezocht. Toen heb ik nog een klein uitstapje gemaakt naar Powergear, bekend van verlichtingsrail. Nou, dat was niet zo mijn business. En in 2021 toen aan de slag gegaan, midden in de coronatijd, bij het Chinese Eagle Rise. En wat ik vandaag even wil doen is, voor degene die Eagle Rise niet kennen, even heel kort zeg maar informeren wat doet Eagle Rise eigenlijk. Daarna wil ik jullie een stukje meenemen in de roadmap en wat nieuwe producten die volgende week op de Hong Kong Lighting Show gepresenteerd worden. En ja, misschien een beetje onverwacht, maar dit laatste stuk zal zich focussen op sustainability bij Eagle Rise. En een project waar we inmiddels ook al 2 jaar mee bezig zijn en waar we in 2024 hopen de volgende stappen te maken. Nou, een aantal mensen kende Eagle Rise al. Eagle Rise is sinds 1999 actief al in de verlichtingswereld. Eagle Rise zit in de business van transformatoren. Dus naast het LED-driver, naast de LED-driver business, focust Eagle Rise zich in de afgelopen 5, 6 jaar in toenemende mate op grote transformatoren voor bijvoorbeeld zonne-energie-installaties, windinstallaties, maar ook het opladen van elektrische auto's. Dus al die grote transformatorkasten, die maakt Eagle Rise dus ook. Die producten voor solar en voor het opladen van auto's, die laten we vandaag even voor wat het is. En we zullen ons concentreren zeg maar, op de producten voor de verlichtingsbusiness. Eagle Rise is geen klein bedrijf. Toen ik daar begon, wist wel ongeveer wat het inhield, maar ik had niet gedacht dat het zo'n groot bedrijf zou zijn. De verlichtingsbusiness van Eagle Rise kent een drietal hele grote productielocaties, waaronder de laatste in 2021 geopend is. Dat is de derde productielocatie van links, dat is de productielocatie in Jian. Dat is een volautomatische fabriek waar, denk ik, alles bij elkaar 20 mensen werken en waar 24/7 LED-drivers gemaakt worden. Capaciteit, nou goed, hè, je ziet hier met name zeg maar hieronder, is de capaciteit die wij maandelijks kunnen genereren met betrekking tot LED-drivers, dus 7 miljoen stuks per maand. Dus dat is alles bij elkaar zo'n kleine 85 miljoen LED-drivers die we kunnen maken. Productie is nog niet helemaal bezet, dus mocht u nog grote projecten hebben, dan schroom niet om via Luxendi die opdrachten in te leggen.
misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Lighting fixtures. Nee, wij Eaglewise zal zeker geen concurrent van u zijn. Wij maken voor een Amerikaanse do-it-zelf keten in Maleisië een x-aantal outdoor lampjes. En zo wil ik het dan ook maar noemen, lampjes. En dat is eigenlijk de enige klant die we met betrekking tot verlichtingsarmatuurtjes hebben. Dat wordt dus gemaakt in Maleisië. Nou, de rest ziet u allemaal grote producten die dan per 1000, dan per 600.000 per maand gemaakt kunnen worden. Uiteraard ook een aantal R&D-center. Eaglewise, de verlichtingstak, heeft er 3. Waaronder de onlangs vorig jaar geopende software R&D-center in Shenzhen. Eaglewise zit in Foshan, dat is ongeveer 2 uur boven Shenzhen. En Shenzhen is expres gekozen omdat daar heel veel softwareontwikkelaars zitten die eigenlijk niet zo'n trek hebben om naar Foshan te komen. Dus vandaar dat het nieuwe Software Research and Development Center in Shenzhen is opgericht. Nou, hier even nog een korte inblik. Hè. Destijds in 1999 opgericht als Sunrise. In de verlichtingsbusiness misschien was het beter geweest om die naam te houden. Maar goed, het is Eaglewise geworden. Per 2023 dus ook een veel grotere focus op de New Energy Business. Dus hier begonnen met elektronische transformatoren voor de verlichtingsbusiness. En hier ziet u het zeg maar ook. Momenteel maken we dus ook oplaadstations voor elektrische auto's. Ik moet zeggen, hoofdzakelijk in China, maar ook die business zal in 2024 naar Europa komen. Waar men in Spanje daarvoor een hoofdkantoor opricht in de buurt van Barcelona. En ook de Eaglewise business zal zich met een Europees kantoor vestigen in Eindhoven. Op dit moment is dit de salesorganisatie. Je ziet hoofdzakelijk business gericht in China. Een aantal activiteiten in de Verenigde Staten. En dat hele kleine puntje daar in Helmond, dat ben ik dan. Dus op dit moment ben ik de enige die zich met Eaglewise drivers in Europa bezighoudt. Dus ik ga van links naar rechts, van boven naar onder. Je krijgt een beetje een indruk van wat Eaglewise doet. Nou, dat wordt natuurlijk allemaal in Chinese valuta aangegeven, maar ik heb maar even een calculatietje gemaakt voor u. Het bedrijf is ongeveer $300 miljoen groot, waarvan 120 miljoen gegenereerd wordt uit de verlichtingsbusiness, dus LED-drivers. Dus geen kleine speler. Wij zijn een bedrijf wat op ODM-basis produceert. Dus we hebben een aantal LED-driver fabrikanten in onze klantenkring die ons producten laten maken. We hebben een aantal klanten die bestaande producten van ons afnemen om hun portfolio zeg maar, te dichten. En dus dat, ja, daar komt een ander stickertje op. En in toenemende mate focust Eaglewise zichzelf ook op haar eigen merk, Eaglewise. Die sales verloopt voor het overgrote gedeelte via distributiepartners als Luxendi. Ik zag daaronder ook producten van de firma Dalknet liggen. Dat is eigenlijk gelieerd aan de firma Digimax in Italië. Dat is dus ook een van onze distributiepartners. Ik geloof dat een hele hoop distributiepartners ook Meanwell voeren. Dus ook daar zit zeg maar een connectie. Volgens mij is die business, die loopt nu vanaf 2015, 2016. En probeer natuurlijk Eaglewise meer voet aan grond te laten krijgen in Europa. Sommigen van u kopen dat al met wisselend succes, geloof ik, zo links en rechts. Maar goed, toen ik binnenkwam was mijn taak hoofdzakelijk business development. Maar het eerste jaar, midden in de coronatijd, was het hoofdzakelijk product management. Want Eaglewise had nogal wat verschillende drivers. Eén geschikt wel voor Europa, ander weer niet. Dus daar hebben we met de hark flink doorheen, zijn we flink doorheen gegaan. En het portfolio ook wat meer klaargemaakt voor de Europese vraag, laat ik het zo maar zeggen. Dan wil ik u eigenlijk even kort meenemen. Ik ga niet door alle
13 of 1400 LED, verschillende LED-drives die we allemaal hebben. Ik wilde even concentreren zeg maar, op de belangrijkste portfolio's. Beginnend met Mini. Nou, dat zijn dus formaten die u van conculega's ook kent. Dit soort 97 bij 43 bij 30. Tegenwoordig worden ze steeds platter, 22. Die zal u zeker allemaal kennen. Al dan niet met trekontlasting of met accessoires erbij. Dan de compact versies, ook niet geheel onbekend. Die zal u ook van collega's zeg maar, in dit soort maten kennen. Lineair, daar zijn we al een heel tijdje onderweg. Alleen tijdens de corona hadden we de uitdaging dat we net voor corona een nieuwe DALI 2-serie op de markt gebracht hebben. En nou ja, goed, de rest is denk ik wel bekend. Toen waren ineens de componentjes allemaal op, moesten we herontwikkelen. Ik geloof dat we hem 4 of 5 keer herontwikkeld hebben. Maar goed, is inmiddels beschikbaar, dus ook daar zijn we actief. Ook daar zie je, maar daar kom ik dadelijk nog op terug, hè, loopt tot 150 watt. Ik kreeg gisteren al vragen, kan die niet in 300? Alles kan, maar goed, heeft zo zijn ontwikkeltijd. Ook hier zie je, het wordt steeds kleiner en platter. En een andere business waar we nu inmiddels 5 jaar in zitten is Track. Bij deze en gene heb ik dat al eens een keer laten zien. Dit soort producten, DALI 2, Kasambi, Tunable White, dit soort apparaatjes. U allen wellicht wel bekend. Het zal u niet verbazen dat we zowel in dimbaar als in niet dimbaar allerlei producten hebben. Ik zal niet heel erg in detail treden, dat kan u zelf ook allemaal hierop uit. Wat misschien nog wel even goed te vermelden is het draadloze Zigbee, staat hierbij. Wat ik van iemand begrepen had gisteren, dat tot nu toe alleen voor China is. Nou weet ik niet of Zigbee uiteindelijk iets is wat in Europa nog heel erg zal aanslaan, maar in ieder geval is ook te maken voor Europa, alleen nog niet beschikbaar. Bluetooth, voor het overgrote gedeelte Kasambi. Enige uitdaging die we daar hebben is dat we daar nog niet zo'n grote series draaien en dus die redelijk dure Kasambi modules moeten inbouwen, waardoor het niet helemaal concurrerend is, maar ook daar zijn we aan het werk. Alle producten, krijgt die vraag ook wel eens, hè? Ja, het zijn Chinese drivers, voldoen die dan aan? Ja, die voldoen overal aan, overal ENAC keuren en alles wat nodig is om die producten in Europa in te zetten. Dus dat geldt zowel voor dimbaar als niet dimbaar. Bij niet dimbaar, Eaglewise is vrij sterk in compacte drivers. Bijvoorbeeld rond tot heel klein, krijg je dit soort formaatjes. Dat zijn dan wel vaak fixed current apparaatjes. Dus als je veel bepaalde stromen gebruikt, is dit misschien ook een optie. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat een product met 1 stroom en verder niet heel veel toeters en bellen voor relatief laag bedrag te maken is. Naast constant current business is zeg maar constant voltage, daar hebben we ook van alles en nog wat aan producten in. Ik denk dat redelijk marktdekkend is. We hadden nog een product met betrekking tot IP67, wat niet in het portfolio zat. Dat zit er sinds vorig jaar. Sinds 2 jaar. Als er vragen zijn, dan hoor ik graag. Ik denk dat we genoeg tijd hebben om vragen tussendoor te beantwoorden. Dus mochten er vragen zijn, roep even. Even een kort inzicht in de roadmap. Waarbij misschien even goed te vermelden is dat Eaglewise een bedrijf is wat een zeg maar fast follower strategie volgt. Dus u zult ons niet vaak betrappen op dat wij zeg maar het allereerste met een nieuwe technologie in de markt zijn. Veel van die producten die Eaglewise op de markt brengt zijn vraaggestuurd. Dus een bepaalde klant komt, kunnen jullie dit voor ons ook maken? Zoals het een goede Chinees betaamt, die zegt dan ja. Wij kunnen in principe bijna alles maken. Mits een bepaald aantal gehaald wordt, die dan ook aan de prijsverwachting moet voldoen. Hier staan verder, denk ik, voor u allen uit de verlichtingswereld geen big surprises op. Wij houden Matter in de gaten. Daar waar het nodig is, brengen wij die DT8-product op de markt.
Of het dan in dit soort producten is of dit soort producten. Dus al naar gelang de vraag, zullen die producten zo langzaam maar zeker ook op de markt komen. Alright, dus ja, er zullen nog een hele hoop, ik kom daar dadelijk zeg maar in de individuele productcategorieën nog even op terug, wat er ontwikkeld is al en wat er nog aankomt. Dus we houden een hele hoop dingen in de gaten en kunnen dan ook vrij snel doorschakelen op het moment dat die grotere vragen komen naar bijvoorbeeld ook D4i. Ik kreeg ook nog wel eens vragen, hè. We doen natuurlijk vrij veel met dip-switches en zo. Maar ik krijg ook in toenemende mate vragen van, kan zo'n driver ook niet met NFC uitgerust worden? Ja, dat kan. Ik weet niet of NFC programmeren, of dat dan een heel groot doorgevoerd ding is. Ik zie het met name bij wat grotere fabrikanten die hele grote aantallen moeten doen. Wel eens, maar het kan dus. Oké. Tot zover roadmap. Dan wil ik nu eigenlijk overgaan naar de producten die we volgend jaar of volgende week in Hongkong zullen gaan introduceren. Die zijn allemaal gebaseerd op een wat andere semiconductor technologie. Waar met name zeg maar tot nog toe met name siliconen semiconductors gebruikt worden, stappen nu over naar andere verlichtings- of naar andere oplossingen. En die brengen een aantal voordelen met zich mee. Ten eerste kunnen we een hele hoop onderdeeltjes van de PCB afslopen, zodat het product veel platter, smaller kan worden. Doordat het, in plaats van al die siliconen onderdelen, zit af in die, plaats van al die siliconen semiconductors, die zijn eraf gehaald en werken met een Eagle Rise ontwikkelde chip. Dus het product schakelt veel sneller, waardoor zeg maar de foutkansen gereduceerd worden. De efficiëntie gaat behoorlijk omhoog. Dus het merendeel van onze drivers zitten nu op 90% of hoger qua efficiëntie. Als je zeg maar een heel simpel product zou nemen waar je met een fixed current zou werken. Dan hebben wij zelfs de mogelijkheid om drivers te produceren die met een efficiëntie zitten van boven de 93%. Dus bijkomende voordeel is dat we al die memory bank functions, dus die DALI lighting data path 251 tot met 253, daarin kunnen herbergen. We kunnen de standby power terugbrengen naar 0,3 watt, of onder zelfs. Dimmen gaat veel soepeler en voltage ranges kunnen wij zeg maar naar ver naar onder brengen. Daar waar het eerst stopte bij Eagle Rise, bij 6 of 9 volt, kunnen we nu naar 2,5 volt in combinatie met een hele brede stroomrange. Deze is dan van 300 tot 1050, maar we hebben ook producten die we inmiddels van 150 naar 1050 kunnen brengen. Dus een aantal producten die zijn al beschikbaar, de onderste twee. En de bovenste die gaan volgende week in Hongkong geïntroduceerd worden. Je ziet hier allemaal, dit formaat. Dat formaat wordt nog even iets kleiner, dus niet alleen platter, maar ook kleiner. En we zullen zoveel mogelijk producten in dit soort formaten gaan leveren. Daar waar je nog alles zag dat je voor alles een verschillende behuizing had, willen we zoveel mogelijk in één behuizing stoppen, zodat je daar eigenlijk redelijk flexibel bent. On-off is hetzelfde formaat, maar je kan heel makkelijk upgraden naar DALI, naar Kasambi, naar 0 tot 10 volt of wat dan ook. Dus zoveel mogelijk standaardiseren scheelt ook weer zeg maar 20 miljoen van dit soort huisjes inkopen of 1 miljoen van 20 verschillende. Maakt allemaal wel wat uit. Ik ga niet te lang stil blijven staan bij al die individuele producten. Dat wordt denk ik altijd wel een keertje door Danny of zo. Die kan daar
heel goed over vertellen, ook tot in detail, maar u kent dat niet wel. Het is nu inmiddels ook mogelijk. Eerst was het altijd, we kregen, ik kan ook rustig de naam noemen, hier van Iguzzini in Italië, een aanvraag voor exact dit product, om zowel DALI als 0 tot 10 volt in één driver te combineren. Maar met het vriendelijke verzoek, hè, omdat Iguzzini en een aantal andere Italiaanse fabrikanten niet veel producten in Europa verkopen, maar ook in de Verenigde Staten, om dan ook die input voltage range eens een keer lekker uit te dijen. Nou, ik moet zeggen, dat was best een uitdaging. Daar hebben we ook best wel lang aan gewerkt, maar het product gaat volgende week ook geïntroduceerd worden. Dus dat is een nieuw product met twee verschillende, dus met zowel DALI als 0 tot 10 volt. En ook hier zie je zeg maar een hele brede output current range. En ook het voltage maakt dit eigenlijk een vrij universeel product. Iets wat we tot op heden nog niet hadden, maar met zeg maar deze nieuwe technologie eigenlijk vrij makkelijk te implementeren was, zeg maar deze DALI producten en dan ook in een heel klein format. En dan zowel te gebruiken als independent oplossing. U ziet hier ook efficiency boven de 90%. Met vrij brede output current ranges. Hetzelfde gaan we toepassen, hè, dus hier kom ik vrij snel doorheen. Hetzelfde gaan we toepassen ook in onze on-off producten. Ook die worden kleiner, smaller. Met een hele grote, met heel groot speelveld. En daar zijn er nu zeg maar een tweetal modellen die daar al beschikbaar zijn. Het onderste komt volgende week, wordt volgende week geïntroduceerd. Die constant voltage producten, die heb ik nog niet. Maar ook daarvan wordt het niet alleen korter, maar ook smaller. Dus je ziet dat daar zeg maar door die nieuwe chip die we kunnen inzetten, gaat het portfolio eigenlijk gewoon geheel op zijn kop. En ontstaan er allemaal nieuwe, kleinere producten. En die chips die worden natuurlijk ook allemaal nog efficiënter. Daar kun je nog meer in herbergen. Daar zorgen met name onze vrienden richting Eindhoven voor met hun chipmachines. Dat het allemaal veel smaller en compacter wordt. Nou, ik verwacht dat zeg maar over 5 jaar, mocht ik hier nog staan dan, dat we hele kleine producten hebben. Dus het gaat echt heel snel nu. Dus als je ziet met deze eerste chip dat je 30% van het volume kwijtraakt. Weliswaar zijn die constant voltage producten, die 150 watt producten, daar zijn natuurlijk, zoals we het in Nederland noemen, aardige stoeptegels. Maar die gaan ook steeds kleiner worden. Ook hierbij DALI 2 en DALI 2 DT8, dat was er nog niet, of althans dat stond lang op de planning. Maar door deze nieuwe ontwikkeling is dat even on hold gezet en wordt dan nu alsnog uitgerold. Deze versies zullen, zoals ze 24 volt zijn, ook vrij snel komen in 48 volt. Ik weet niet of daar zeg maar een breed interesse voor is. Alleen die vraag kreeg ik gisteren al, is er dit ook in 48 volt? Dus ja, komt eraan. Dan bij track, tot nog toe waren, maar dit geldt nu met name even voor de DALI versies. DALI versies waren altijd, dit is een beetje het standaard product on-off. En dan krijg je DALI, dat is ongeveer 2 keer zo groot. Ook hier gaat die nieuwe chip in verwerkt worden. Dus ik zal niet zeggen dat het dit formaat krijgt, maar het gaat wel van 25 naar 20 nu. We zijn al met de volgende versie bezig om die van 20 naar 16 te brengen. Alleen daar hebben we dan weer een ontwikkeling in de chip voor nodig. En deze on-off versies, kan je je voorstellen, die zijn nu 16. Mijn wens is om die ergens tussen de 12 en de 10 te krijgen. En het mooiste zou zijn dat die natuurlijk hetzelfde formaat als van een gewone Power Gear of Global adapter krijgen, waar je dan gewoon een stukje extra elektronica in stopt
Zodat het niet veel groter is dan dat. Maar met deze chipontwikkeling gaat dat zeker niet morgen gebeuren, maar wel in de nabije toekomst. Ook hier hetzelfde, hè? Dus standby power gaat omlaag, voltages die worden breder. Het aantal producten zijn al beschikbaar. Het nieuwe product, dat ziet u daaronder, met een brede output range. Daar moet wel bij aangetekend worden dat dat niet voor de volledige 300 tot 1050 is. Die 2,5 volt is van 700 tot 1050 en die andere ligt iets hoger. Maar dan moet ik even schuldig blijven of het 6 of 9 is. Maar dat wil ik toch nog even bijvermelden, want ik kreeg die vraag gisteren ook. En de datasheets doorbladeren, kwam ik erachter dat 2,5 tot 42 volt voor de stroom vanaf 700 mA is. Nogmaals, als er vragen zijn, hoor ik ze graag. Hè. Compatibiliteit, hè, dat is met name bij DALI, varianten nog wel eens een uitdaging, omdat die of alleen in het een of alleen in het ander passen. De DALI drivers die we op de markt brengen passen in principe in deze tracks. Waarbij ik niet de firma PowerGear zie staan, maar ook daar past hij in. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.